ik heb gewoon met de fiets en naar Bosco gevlogen. Ja, pijnlijke affaire of valt het wel mee? Ja, nu valt het wel mee. Het is 5 weken geleden. Ja. En nog een week of 3, 4. Ja. Met de pin in de pols. Olalalala. En dan weer aan het werk? Ik denk het, ja. Oké. Okay. Zal je 25 september kunnen gaan, denk je, naar Kinepolis? Ja. Geen probleem. Oké, dan gaan we jou een vraagje stellen. Ook over John Landis. Dat is trouwens de regisseur van de film Forrest Gump. En we zouden graag weten welke film John Landis maakte samen met Sylvester Stallone. Was dat A, Oscar, of was dat B, Demolition Man? Ik denk B. Je denkt B. Oh, ligt het aan mij of ligt het aan jou? Ik weet het niet, maar het is verkeerd. Ja, ja. Het was een gok zeker, hè? Ja, het was een gok. Oké, okay. Ja. Patrick, niks aan te doen. Volgende keer beter, hè? Ja. Even proberen of er nog iemand anders aan de lijn wil hangen. Goedemiddag of goedemorgen. Even wachten nog. Goedemorgen. Iemand die nog wil meespelen? Nee? Dan gaan we even wachten. Je kan nog altijd bellen, want ik heb nog geen kandidaten voor 25 september. Telefoonnummer 02-736-9090. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus toch nog. Wie heb ik aan de lijn? Van de kerkhoven, Cathy uit Wetteren. Dag Cathy, hoe is het daar in Wetteren? Regenachtig. Ja, het is niet te doen, hè? Nee. Toch ook geen verkoudheid opgedaan? Nee. Oké, dan. Een vraagje voor jou. John Landis maakte een paar jaar geleden een vampierencomedie. En we zouden graag van jou weten welke dat was. Was dat Bram Stoker's Dracula of was dat Innocent Blood? Wat A, denk ik. Je denkt A. Het is gewoon, ik denk dat het aan het daglicht of aan... Nog niks gepland voor volgende week zondag? Nog niks gepland, nee. Oké, okay, kan je misschien naar de Stella Movie. Een vraagje over John Landis, die regisseur is van de film Forrest Gump. We zouden graag van jou weten welke komische western John Landis ooit maakte. Was dat Amazon Woman on the Moon? En als het een beetje raar klinkt, dan is dat door mijn verkoudheid hoor. En B, tweede mogelijkheid, is Three. Van wie dat was. Ah zo, het is dat juist hoor. Koen, jij loopt weg met de eerste 4 kaarten van vandaag. Ga jij wat vrienden meenemen? Ja, natuurlijk. Oké, okay. Mag ik jou dan heel veel plezier wensen. Ja, ik dank u. Dag. Dag Koen. Ik heb aan de andere lijn Marita hangen, hoop ik. Ja. Klopt nog altijd. Marita, ja. 25 september is een belangrijke dag. Ja, mijn zoon verjaardag. Je kan inderdaad met je zoon op 25 september naar Kinepolis. Hij zal content zijn, hè? Ja, dank u vriendelijk. Het was trouwens voor jou ook een verrassing, want je bent al 2 jaar aan het proberen om bij ons binnen te geraken. Ja, zeker en vast. Is dat? Morgens met Michel, dat lukt nooit. Het lukt nooit, maar nu is het gelukt. Ja, ja. Bedankt om mee te spelen, hè? Ja, ja. Dag Marita. Dank u wel.
en gekrapt. En ik had 3 tv's. Dus ik naar huis aan mijn vrouw verteld dat ik op tv zou komen. Ze heeft mij dan natuurlijk verplicht om een nieuw kostuum te gaan kopen. We hebben daarvoor gans de stad afgelopen, ik zweer het u. Maar voor 5 miljoen wil ik dat wel doen. Een Dance Theater, de beroemdste zwarte dansgroep van de wereld, komt naar België. 4 voorstellingen vol passie en energie. Elvin Ailey, de danssensatie van New York, op 23, 24 en 25 september in Vorst en Antwerpen. Reserveer snel je tickets 02-773-66-77. Van ver dan, hè, als je niet ziek wil worden. Kiss me quick, dat was Elvin Presley. Eens kijken. Het grote bak- en braadmoment van Felice in Tigesse. Ah, Felice. Ja, Fien, je zegt en dat zit een beetje... Je klinkt een beetje moe, maar je hebt ook natuurlijk weer hard gewerkt. Al vrijdag, dames en heren. Het begin van een weekend en misschien trekken jullie er eens op uit. Wie weet zelfs een dagje Gent. Gent is altijd leuk. Tegen wie zeg je het? Ja. Jij kan er elke dag van genieten. Weet jij bijvoorbeeld in Gent confiserie Temmerman liggen? Ah ja, natuurlijk. Wel, ik ben deze week voor de allereerste keer er eens binnengewipt en ik wist niet wat ik zag. Er zijn niet veel echte snoepwinkeltjes meer, maar, want die schreeuwige, moderne schepje zakje maar vol snoepzaken met groot industriesnoep, dat vind ik geen echte snoepwinkels. Nee, nee. Maar dat winkeltje op de hoek van de Sint-Pieters Nieuwstraat en de Kraanlei, dat is wellicht het mooiste, echtste, oudste en beste snoepwinkeltje ter wereld. En wat het zo bijzonder maakt, alles wat daar ligt te geuren, wordt zelf gemaakt door de familie Temmerman. Dat wist ik niet eens. Ja, grootvader Temmerman die begon daar al mee in 1904. De allereerste bonnenwinkel in Gent. Je bent er nog van onder de indruk, hè? Ja. En het winkeltje nu moet er ongeveer precies hetzelfde hebben uitgezien als nu bijna 100 jaar geleden. Want als je binnengaat, voel je weer onmiddellijk terug een heel klein kindje en ook zoveel jaren jonger. Het geurt er naar anijsklompjes, gimoofjes van die purperen dingetjes, ja. Gommetjes, het ruikt er allemaal naar zoetige, fruitige dingen. Er zijn er zo niet veel meer, hè? Nee, helaas. En dat is een beetje de opkomst van de pralinen. Hè. Veel suikerbakkers die zijn een paar tiental jaren geleden overgeschakeld naar chocoladebereidingen. Ook lekker natuurlijk, maar daardoor zijn er helaas nog maar weinig echte confisiers. En er is nood aan, want ik ken bijvoorbeeld al heel wat goede restaurateurs die fruitgommetjes bij de koffie als versnapering geven. Van die halve maandjes citroen en appelsien. Ja. Ik kan daar niet vanaf blijven. En die familie Temmerman houdt de traditie ook in. Chapeau voor hen. Ja, dat zijn nog echte suikerbakkers. Ze hebben van die lekkere fruitgommen bijvoorbeeld, die zien er al uitdagend lekker uit. En die worden gelukkig nog gemaakt met echte Arabische gom. En dat is... lichte verteerbare boomhars, die wel 10 keer duurder is dan de gelatine waarmee nu helaas de meeste gommen gemaakt worden, maar natuurlijk ook wel 1000 keer lekkerder.
Zeg, je kan iemand wel doen watertanden, ah, Felice. Ja. Er liggen daar ook nog onder andere echte hoestbonbons, schitterend marsepeinwerk. Allee, hou op, zwijg maar. Ja, maar bijvoorbeeld zo'n marsepeinpeertje, oh, nee. Zo'n appeltje, die zien er echt... Ik weet niet waar Sint-Niklaas zijn marsepein vandaan haalt, maar voor mij mag hij die dit jaar in Gent gaan uithalen. Je zou er echt zelf nog eens moeten gaan kijken, Fien, ik werd er gek. Maar je hebt het al zo goed zitten, ja. Ja, maar dat zijn echt nu van die momenten waar ik echt op doorflip. Ik heb een enorme waardering voor mensen die met hart en ziel staan achter wat ze doen. En ik zeg chapeau, proficiat. En dames en heren, een sterke aanrader voor iedereen. En nu ik het weet liggen, ga ik je regelmatig een klein bestelletje mee.